Ik weet zeker dat jij niet sneller kan liken dan dat ik het allereerste item plaats in mijn Roblox huisje. Oké, het is een like challenge voor extra geluk en hij begint nu. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga van deze hoek van mijn huisje ga ik de allerengste hoek ever maken. Maar echt super creepy. Ik ga er een spookboom neerzetten. Dus de like challenge is voor mij. Ik ga er een super enge kist neerzetten. Oeh, die moeten we wel even omdraaien. Zup, zo. Ik ga er spinnenwebben plaatsen. Oeh, dat is creepy. Ik ga er een pompoen neerzetten. En wat ik eigenlijk wil proberen, is ik wil kijken of het mogelijk is om pompoenen op pompoenen te plaatsen. Nee, dat kan niet. Dus we zullen hem er even naast moeten zetten. Wij hebben de vorige keer ons huisje ingericht. En ik hoor je denken, oh my gosh, dit is het lelijkste huisje ooit. Nou en, wie heeft gezegd dat je een boek moet beoordelen op zijn kaf? Het gaat om de inhoud. Het gaat om de paddenstoelen. Het gaat om de loopbanden, de basketbalnetten, het springkasteel, mijn eigen bubbelbad en natuurlijk mijn watermeloenstoel. Dit is werkelijk waar amazing. We kunnen nog veel meer dingen neerzetten, zoals bij de... Oh my gosh, ja, dat wil ik hebben. 10 Robux voor een fish tank. Oh, dat is wel heel klein trouwens. Oh my gosh, dat ding is mini. Wat is dat überhaupt? Oké, ik heb hem daar maar gewoon neergezet, want you know, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee kan. We gaan letterlijk proberen om dit het meest gestoorde... Ik wil geen schilderij, dat is veel te normaal. Ik wil dus proberen om dit het meest gestoorde huisje ever te maken. En daar hoort dit bij! Oh my gosh, wat heb ik gedaan? Oh my gosh, wat heb ik gedaan? Oké, wacht even, ik heb gewoon letterlijk geen ruimte meer. Ik ga deze buiten neerzetten. Wij hebben hier een intergalactisch soort van... universeel systeem waarmee we planeten kunnen inspecteren, et cetera. En dit is iets wat ik heel mijn leven al wil. Like, ik denk dat ik dit in het echte leven ook maar moet gaan fixen. Want hier word je gewoon hartstikke vrolijk van. Een kauwgomballenmachine naast mijn bed. He, sommige mensen zeggen misschien van... Nee, je moet natuurlijk niet te lang in bed blijven liggen. Want dat is slecht voor je spieren. Nou, ik train mijn kaken terwijl ik in bed lig. Amazing. Oké, wat wil ik nog meer hebben? Ik ben nog lang niet klaar, dames en heren. You know. Ik wil een gouden kassa. Ja, ik wil een gouden kassa op de hooibalen. Nu denk je misschien van, Job, een gouden kassa. In een kassa hoort geld. Een kassa wordt gebruikt in winkels. Wat heb jij eraan? Nou, stel voor iemand komt in mijn huisje binnen en wilt ineens mijn springkasteel kopen. Voor de juiste prijs. Dan mag dat, maar dan moet ik natuurlijk wel een kassa hebben. You know. Oh ja, ik heb ook een zwaard nodig. Dat is heel belangrijk. Ik heb meerdere zwaarden nodig, you know. Ik heb een muren met zwaarden nodig. Oh my gosh. Ik wil hier serieus het allergekste huisje ever van maken. Hè? De zwaarden aan de muur waar je naar kunt kijken terwijl je in een bubbelbad zit met een watermeloenstoel naast je is nog lang niet gek genoeg, dames en heren. Oké. Oh, trouwens, niet te vergeten. Ik heb natuurlijk ook een whiteboard nodig. Een whiteboard, daar kunnen we al onze ideeën op schrijven voor als we nog meer gekke dingen willen doen in ons huisje. Dit is ook wel episch. Wacht even, we kunnen bloemen plaatsen, een gitaarstand, een poppenhuis. Ja, een poppenhuis, ik wil een poppenhuis. Het is een klein poppenhuis wel te verstaan, maar ik wil hem wel. We hebben nu letterlijk een huis in het huis. We hebben een huis in het huis, oh my gosh. En ik wil... Oeh, wacht, ik heb iets gevonden wat ik sowieso niet mag missen. Ik bedoel, hey, tafelvoetbal is leuk, maar wat dacht je van tafelvoetbal... Buiten. Ja, inderdaad. Dit kostte mij 38 Robux. En als we er 1 hebben, dan wil ik er 2. En als we er 2 hebben, dan wil ik er 3. En als we er... Dat is genoeg zo. Ik wil wel een regenboog erbij trouwens. Kan ik die gewoon hier plaatsen? Like, kan ik die aan de buitenkant van mijn huisje plaatsen? Dat kan. Oh my gosh. Ik ga zo onder het raam. Hier 1. En ik wil er ook hier 1. Maar het ding is, ik doe dingen die veel mensen zouden willen, maar simpelweg niet durven. Omdat ze denken, ik ga toch geen regenboog onder mijn raam plaatsen? Jawel, tuurlijk wel. En ook een anker. Ik bedoel, wie zegt dat een anker alleen maar nodig is voor een boot? Een anker is ook belangrijk voor een huisje, you know. En ja, wat kunnen we nog meer plaatsen? Een mega Rubik's Cube. Oh, die is wel een stukje kleiner dan ik dacht. Nou, in dat geval moeten we er misschien wat meer neerzetten. Zeg maar, er zijn trouwens echt mensen die daar echt bizar goed in zijn. Hè? Dat is echt niet normaal. Die kunnen zo'n Rubik's Cube echt binnen een aantal seconden oplossen. Oké. Wat mij betreft hebben we het meeste wel geplaatst. Behalve een plantkleed waar je op staat terwijl je aan het tafelvoetballen bent. En een bottenkleed waar je op staat terwijl je het anker aait. Want dat is wat normale mensen doen. Knipoog. En natuurlijk een lieve heersbeestjeskleed waar je je voeten aan veegt voordat je naar binnen gaat. Dames en heren, ik ben eigenlijk een soort van best wel tevreden met het huisje tot nu toe. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen het een beetje vreemd vinden. Oh!
Ik heb nog een lege kamer. Ik wist dat niet. Hold up. Amazing. Ik heb hier een fastfoodkamer van gemaakt. Ik bedoel, wat is nou beter dan middernacht naar je muur toe lopen en er een hamburger van afpakken? Niks is het antwoord. Oh ja, trouwens, de vloer is een beetje leeg. Ik moet het opvullen met potjes met koek. Ja, come on. Laten we nou eerlijk zijn. Dit is iets wat iedereen zou willen, right? Gewoon een kamer met hamburgers aan de muur en potten met chocoladekoekjes op de grond. En hier en daar ook een pizza in de hoek. Ik bedoel, beter dan dit, dames en heren, gaat het gewoon niet worden. Mijn huisje is wat mij betreft af. Oh, ik ben zo blij. Dit is sowieso de beste kamer ever. Check dat. Ik kan gewoon letterlijk een pizza pakken vanuit de muur en ik kan hem gewoon opeten. Dit is toch amazing? Ben je er klaar voor om je allereerste pet te adopteren? Ja, I guess. Ik heb er al één, right? Dit is niet mijn allereerste pet. Nou, ik ben klaar in ieder geval om een nieuwe pet te adopteren. De vraag is alleen, wat voor een soort pet wil ik hebben? Ik heb serieus superveel tokens. Ik heb er 18.000, hè? Dus ik kan... Weet je wat we gewoon gaan doen? Ik ga alle pets adopteren. Ik ga het gewoon doen. Ik ga ze allemaal adopteren. Zeg maar niet de zeldzame natuurlijk, maar wel gewoon de onzeldzame. En waarom? Omdat zeg maar, ik heb het idee dat veel mensen altijd maar de legendary pets willen. En dat snap ik. Ik wil dat ook vaak. Maar meer van, is het niet heel aardig om die reden dat wij alle niet zeldzame pets adopteren? We gaan alle pets kopen. Nummer 1 is het zeepaardje. Adopteer. Kablam. Nummer 2... Nee, wacht, deze die zijn zeldzaam. Die moeten we niet hebben. We willen alleen... Ja, hier, deze. Nummer 2 is het konijntje. Adopteer. We hebben een konijntje geadopteerd. Nummer 3 is de zwarte kat. Adopteer. We hebben een zwarte kat geadopteerd. Nummer 4 is de bruine hond. Adopteer. We hebben een bruine hond gehad. Dit is echt... Dit is best duur trouwens. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar meer van... Ik vind het een leuke ervaring. Wat hebben we nog meer? Nummer 4 is de... Oh, deze vind ik echt het schattigste van allemaal. Dit is de allergoedkoopste pet in dit spel. Eigenlijk doet mij dit wel heel erg denken aan Adopt Me. Ik weet dat het iets compleet anders is hoor, daar niet om. Maar meer van, het doet mij er gewoon sterk aan denken. We hebben alle niet zeldzame pets geadopteerd. Wat ons overlaat met nog steeds 16.000 tokens. Dus zullen we er dan nog eentje bij doen? Nou, laten we gaan voor deze. De meerkat. Adopteer. We hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pets. Eigenlijk wil ik er 10 hebben, want dan kan ik er een aantal aan jullie weggeven. Wil je nou een pet winnen van mij? Doe dan een like. Dan ga ik er misschien wel één weggeven. Oeh, een mystery box. Dat wist ik niet. Ik wil een mystery box. Kan ik die hier gewoon letterlijk kopen? Ja. Oké, okay, hoe werkt dat dan? Moet ik er... Oh, ik kan er hier één halen. 1000 tokens. Oké, okay, let's go. Wil je een mystery box? Jazeker. Oké, okay, we gaan hem openmaken. Wat zit er in de mystery box? Wat zit er in de mystery box? Het is... serieus? Een drankje? Is dat zeldzaam? Nee, dat is niet zeldzaam. Dat is totaal niet zeldzaam. Nou, we hebben een drankje gekregen met allemaal van die kleine dingetjes. Was dat het? Heb ik daar 1000 tokens voor betaald? Ik ga het nog een keer doen. Ik ga alleen maar mystery boxes openen, you know. Ik weet zeker dat er op een gegeven moment iets goeds uitkomt. Het zeldzame wat we kunnen krijgen is een pet ter waarde van 500 Robux. Oeh! Oeh, we hebben een special! Nice! Oh, dat is amazing. Check this out. We hebben een hoverboard. Oh, oké. Okay. Oprecht. Dat is best wel nice. Dat is serieus best wel nice. Gaan we er nog één openen? Nou, weet je wat? 3 keer scheepsrecht, right? We gaan er nog één openen. De allerlaatste mystery box. Let's do this. Ik hoop echt op die pet. Die is 400-500 Robux waard. Het is een step. Oké, okay, dat is een uncommon. Nou, we hebben een step. Ik ben er op zich wel blij mee. Dus ik step erop. Oh, we kunnen kostuums halen. Voor onze pet, dat wist ik niet. Ik wil een kostuum. Ik wil een kostuum voor mijn alien. Maar wat voor kostuums zijn er? Oh, we kunnen kiezen. Nee, wacht. Ik wil een... Ja, ik wil een kostuum voor de alien. Alleen ik moet 55 Robux... Oh, ik moet eerst kiezen wat ik wil. Ik kan een neon maken. Oh my gosh. We kunnen hem letterlijk roze neon maken. Dat is pretty amazing, you know. Oké, wacht. We gaan hem allemaal gekke kleuren geven. Is dat een leuk idee? Ik vind van wel. We geven hem een groen koppie. Ook in neon. Wauw, 55 Robux voor een neon alien. Ja, op zich willen we onze alien niet gewoon houden zoals die altijd is geweest. Eigenlijk is dat ook wel weer aardig. Hè? Laten we dat doen. Dat toont namelijk aan dat we hem waarderen zoals de alien is. En dat vind ik een mooi statement. Oké, nou die was zeker weten interessant. We hebben alleen nog heel veel tokens over. Dus meer van like als ik de volgende keer nog meer dingen moet doen in dit spel. Want ik denk dat er nog meer dan genoeg te doen is. Wil je meer tokens? Verzamel ze door minigames te spelen. Nee, weet je wat ik denk ik de volgende keer ga doen? Ik ga de volgende keer de speelgoedwinkel in. En ik ga checken wat het allerepieste, dat is geen Nederlands woord, het meest epische is wat we daar kunnen halen. We kunnen op zich alvast even een voorproefje nemen. Maar ja, eigenlijk wil ik ook wel een nieuwe pet halen de volgende keer. Maar dan ook gewoon echt een van de zeldzaamste van allemaal. Oké, we kunnen een blaster kopen. Interessant. We kunnen een boom... Deze is echt super duur, deze boomhut. Ik denk dat het ook echt een huisje is. We kunnen zelfs... Het allerduurste is een backpack. Die kunnen we niet eens betalen in dit spel. Wat hebben we nog meer? Een ballon, een glider, een fietsje,
Een jetpack. Dat is allemaal zo ongelooflijk duur. Oké, wat ik op zich wel wil is een glider. Daar kan ik me op zich nog wel in vinden. Bye now! Oké, we hebben een glider. De vraag is alleen, kunnen we er ook daadwerkelijk mee vliegen? Of is dat niet de bedoeling van de glider? Jawel toch? Let's go. Wil je de glider proberen? Ja. Wow, dit is amazing. Oké, we hebben ons huisje super episch gemaakt. Eigenlijk wil ik de volgende keer misschien wel weer zo'n enge pet adopteren. We hebben namelijk nu het enge konijntje, maar er zijn nog veel meer engere pets. Dus eigenlijk moeten we dat de volgende keer doen. Maar dit is pretty dope. We hebben gewoon letterlijk onze eigen glider. We're gliding around. En misschien dat ik toch de volgende keer een van mijn pets een soort van neon ga maken. Want ik denk wel dat het episch is. Like voor weer en adios. Woo!